Dat nog volgens plan? Nee, ik heb er 14 nodig. Maar we hebben wel echt, wat is dit? Ja, we hadden wat meer energie nodig volgens volgens teamen. Ja, dus we hebben lekker energiedrinkjes, lekker snoepjes, het extra suiker. Dan kunnen we als leiding kunnen we lekker gaan stuiteren. Lekker. Leuk. Dat hebben we wel nodig dit plan. Dat hebben we zeker nodig. We gaan het bij de mannen in de keuken. Helemaal mooi. Is de keuken al allemaal ready? Zeker. Ja, we hebben het eten. We hebben ruimte. En wat gaan we eten? Vanavond heerlijke knakworstjes. Een bolletje. Hey, en laat maar raden, met soep. Zeker. Nou. En wat voor soep? Wat voor soep? Kippensoep? Nee, deze niet. Deze keer niet, nee. Tomaten? Ja. Groenten? Ja. Hey. Ja. Origineel, een keer wat anders. Blauwe kaas gedaan. Heb je er zin in, Lucas? Ja. Ja? Ben je een beetje uitgerust? Nee. Hoezo niet? Ik ben gisteren teruggekomen van vakantie. Yes, het kamp is officieel begonnen. We hebben zojuist geopend met heel de groep. En nu gaat het eigenlijk beginnen. Iedereen heeft zijn bedje neergelegd. Iedereen is helemaal klaar voor de week. Volgens mij is iedereen ook lekker fris en fruitig teruggekomen van vakantie. Dus dat komt helemaal goed. En we gaan nu de week beginnen. Hey, hebben jullie er zin in? Ja! Hebben jullie gesnoept bij je? Ja! Wat heb jij er allemaal bij je? Lekker hoor. Heb je er zin in? Zijn jullie er klaar voor, dames? Nee, zeker. Nee. Hebben jullie er zin in? Nee. Oh, jij gaat weer de hele tijd moeilijk doen over die camera, hè? Nee. Oh. Nee. Dus jullie zien op de rand, dat is een bolletje. Dit wordt een eitje. Dus we gaan niet het pad op. We gaan niet de bord op. Nou, de kampregels werden zojuist even uitgelegd. Want er zijn nogal wat regels nodig om alles in goede banen te leiden hier. Daar staat het bord met alle regels. Daar. En jij had zin in een worteltje? Zeker. Jij ook? Ja. En dit is een liefdadigheidsactie van ons kok. Voor morgen heeft de kookdienst minder werk. Nou, daar ben ik blij mee, want ik ben kookdienst. Lekker. Ja, het is inmiddels 6 uur. Dus wij gaan lekker eten met z'n allen. Hallo. 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 Hey, hier, Jelle. Kijk, hè. Kijk voor dat. Dit ben jij. Ben ik dat? Ja. Waarom? Ja, omdat jij dat bent. Oh ja. Nice, wat leuk. Gang. Vet, jongens. Jonger? Ja. Oh. Zeg dat, we eten toch wel zo. Nee, mijn pet. Oh, mijn pet. Dat zagen we. Stalker! Even je beker maar even een voor het over jou aan. Lekker? Ja. Zeker. Lekker? Ja. Was het lekker? Ja! Heel lekker. Mooi. Zeg maar tegen degene die hebben gekookt dat ze goed gekookt hebben. Gaat door. Natuurlijk moet er na het eten ook worden afgewassen. En dit keer doen de helper en gids het voor de eerste avond.
Toch? Ja. Leuk hè, afwassen. Ja, heel leuk. Je toppunt van de week altijd. Ja. Leuk hè? Ja. Doe je handdoekjes op de lens? Eraf. Hey! Hoe komt dat nou? Leuk hè, afwassen. Ja! Is het vooral het leven die mijn bord mag doen. Als leiding moet je het soms even comfortabel maken voor jezelf. Lekker in zo'n hangmatje. Oh, heerlijk. Oh, kom eens aan. Jij zit ook naar de eerste. Oh jee. Wacht, ik ga vallen. De Welp en de Shanties verzamelen zich nu in de kampvakel. We hebben net lekker knakworsten soep gegeten, ze hebben afgewassen en nu komt er een verdere introductie van het themaverhaal. Dus er komen zo meteen een aantal themafiguren die iets meer gaan vertellen over wat ze hier doen en dat ze de hulp nodig hebben van de kinderen. Kun je me vertellen wat voor spionnen er net waren? Rare. Ja. Wat gebeurde er? Ze deden dat ze onzichtbaar waren of zo, maar dat was er dus niet, want we zagen ze allemaal. Dus ja, dat. Niemand kan je laten. Hallo. Hallo. En zo komt er een eind aan dag 1. Er zijn nog maar een paar uurtjes hier, maar volgens mij heeft iedereen het al ontzettend naar hun zin. Ze gaan nu lekker slapen en dan breekt er morgen weer een nieuwe dag aan. Lekker vroeg op, want we gaan morgen gezellig met z'n allen naar de kerk toe. En we hebben 's middags een hele leuke sportdag staan, dus dat wordt een hele leuke dag, denk ik. En nu gaan de kinderen lekker slapen. En dan zien we jullie morgen weer. Nou, goedemorgen. Een nieuwe dag, nieuwe kansen. De dag begon alleen om 2 uur. Nee, 2:30 in plaats van 8 uur. Het brandalarm ging af. Yay. Dus we staan nu gezellig met z'n allen hier te kijken wat er aan de hand is. Geen zorgen, we hebben het onder controle. We weten alleen nog niet wat het is, maar we weten dat het geen brand is. Misschien stof of zo. Goedemorgen, nieuwe dag, het is zondag. De leiding is net allemaal opgestaan, dat kan je misschien ook een beetje horen en zien. We gaan zo de kinderen wakker maken, we gaan even lekker een bakje thee zetten. En dan gaan we met z'n allen even lekker buiten in het zonnetje ontbijten, want het zonnetje schijnt. Brandalarm is niet meer afgegaan, erg fijn voor de nachtrust. Dus waarschijnlijk iets met stof of stroom. We gaan het vandaag even checken bij de vuurder. En dan gaan we ons al snel klaarmaken, want we gaan vandaag naar de kerk. Dus wordt een leuke dag. Goedemorgen. Jeetje, wat een lucht hier. Goedemorgen. Hoi. Soms heb ik dan geen zin in. De kinderen vertrekken nu achter mij naar de kerk. En blijft een aantal leidingen hier op het clubhuis, omdat er ook een aantal voorbereidingen voor vanmiddag getroffen moeten worden. En ik ga monteren aan de kampvlog, zodat we deze week al een vlog online hebben. Dus onze verslaggever Yuri neemt het over. Hey, waar gaan we heen? We gaan naar de kerk. De kerk. Ja, echt hè? Jij hebt gewoon een klas. Hoe leg je dat uit? Een puzzel maken, toch? Ja. Tweeën. En jullie zijn op zoek naar letters. Ja.
Hoe is het, Julian? Staat, ik zal naar mijn vader teruggaan. En wat denk je dat dat betekent? Dat hij teruggaat naar zijn vader. Wat denk je dat de uitkomst van de puzzel betekent? Waar denk je dat het over gaat? Over het verhaal. En waar ging het verhaal over? Over de verloren zoon. En terwijl de kinderen dus nu in de kerk zitten, zijn wij hier hard bezig met nog een aantal voorbereidingen. En dit jaar hebben wij echt top eten. Want morgen hebben we themamaaltijd en dat wordt gemaakt door twee topkoks. Die nu al gewoon bezig zijn met de voorbereidingen voor het eten van morgen. Dus laten we even kijken wat ze aan het doen zijn. Hallo. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Lekker kippie snijden. Kippie snijden? Lekker kippie. Want jullie zijn al bezig voor morgen. Voor morgen, voor lekker themamaaltijd. Lekker kip laten marineren. Voor lekker een lange tijd. En waarom snij je dat nu al dan? Omdat het lekker mals gaat worden. Het even lekker 24 uur laten marineren. Zo. Het is al zo profi geworden dat jullie echt de koks... Kombuis, hoe heet het dan? Wat? Buizen. Koksbuizen. Een buizen? Een buis. Buis. Ja. En volgens mij hebben jullie ook al een toetje gemaakt. Zeker, ja. Staat nu lekker in de vriezer. Oh. Hoe heet het? De gelatine zit even af te koelen. Staat in de vriezer. En dat is, we maken een baffer wat. Op basis van limonade eigenlijk. Dus een simpele smaak. De kinderen vast lekker vinden. En het tweede is... Robin, wat vond je van de dienst en wat hebben we gedaan? Ja, ik vond het wel een hele leuke dienst. We hadden eerst een doopdienst. Er was een heel leuk kindermoment bij. Hadden ze even uitgelegd wat de doop inhoudt. En daarna zijn we met de kinderen apart gaan zitten in een ruimte. En hebben ze het verhaal van de verloren zoon uitgelegd gekregen. Er was een paar hele leuke puzzels bij. En daarna hadden ze een heel leuk spel bedacht waarbij de kinderen zich moesten aankleden. Dus dat was echt hartstikke leuk. Je bent er! Ik ben er! Waarom was je zo laat? Ik was ziek. Oh. Ik had kamp griep. Van Rowan Kamp. Oh. Ja, ik denk dat Benjamin me heeft aangestoken, want ik heb geen curryworst gechapt. Of het moet iets anders zijn geweest dan curryworst. Maar je bent er. Daar ik ben er, ja, ja. Fijn, gezellig. Yippee! Let's go! Wat leuk, jullie hebben je thema-outfit aan. Wauw, wat een mooie outfit. Vet. Kijk, ik heb ook een thema outfit. Ik heb Bladra van de Jungle op mijn t-shirt. Oh, ja. Ik denk dat jij wel gaat winnen qua thema outfit. Je weet of je moet gaan en dat vind ik niet zo. De sportdag is eindelijk begonnen. Nee, iets enthousiaster. Oké. Okay. 3, 2, ja. De sportdag is begonnen. Nee, dat is iets enthousiaster, sorry, want dit is echt... Oké, wacht even, scherp stellen. Ja. De sportdag is eindelijk begonnen. Nee, enthousiast. De sportdag is nu begonnen. Nee, gewoon zoals aan het begin, ja. Toen was je echt enthousiast. Nu is de sportdag begonnen. Nee, zoals aan het begin. Ja. Toen ben je echt enthousiast. Oké, 3, 2, 1. Nu is de sportdag begonnen, jongens. Wat moeten de kinderen hier doen? Ja, de kinderen zijn hier echt aan het oefenen met focussen. En dat doen ze met pijl en boog schieten. Dat is echt een hele belangrijke vaardigheid waarbij ze de uiterste focus op hun doelwit moeten hebben. Dus nice. Die vaardigheid gaan we ze proberen bij te brengen. Waar is het nu toe? Vermoeiend. Ja. Het is wel warm, hè? Ja, vooral als je met een krokodil boven je hoofd aan het winkelen bent. En hoe gaat het nu toe bij jou? Ja,
Nou, ik heb het wel een beetje boven bij mijn hoofd. Dus het is echt heel warm. Ja, het is wel lekker tegen de zon zo moet. Ja, dat wel. Nou, we zijn een klein beetje emotioneel vandaag. We zijn namelijk hoeveel uien aan het snijden? 8,5 middelgrote uien. Ja, we gaan lekker macaroni eten. Dus nou, dat zijn aardig wat pakken macaroni voor zoveel kinderen. Dat zijn aardig wat uien. Dat zijn aardig wat bleekselderijen. Is dat meervoud van bleekselderij? Zou het goed kunnen. Hey jongens, en hoe smaakt het? Lekker! Is het lekker? Ja. Nou, neem eens een hap. Eerste reactie. Ja. Hap, zoals Marco dat kan. Oh, lekker. Oh, nog één. Goed kaas hier toch ook. En het is nu avond, dus de kinderen gaan bijna naar bed. En het leuke is, er komen 3 Rowans helpen, want dat is altijd zo leuk op kamp. De Rowans, de oudste groep, ja, die wordt een beetje klaargestoomd voor het leidingschap, zeg maar, om echt leiding te worden. Dus heel veel Rowans komen af en toe 1 dagje of 2 dagjes of 3 dagjes helpen. Wat natuurlijk super gezellig is. En daar zou je ze hebben. Partyboxjes mee hoor. Oh nee. En een microfoon erop. Het is dat lang geleden? Dat is lang geleden. Nou, wat leuk. Echt verhaast, hè? We hebben jullie gemist. Ja, ik jou ook hoor.